In deze film ga ik oneffenheden wegwerken bij een model. En om dat te doen gebruik ik een foto en dat is deze foto wel te verstaan. En op zich valt het allemaal wel mee, maar als ik sterk in ga zoomen, dan zie je dat er toch nogal wat oneffenheden in de huid van het model zitten. Op zich niet zo heel erg, maar ik kan ze toch netjes wegwerken. En dat doe ik vandaag in Snapseed. Normaal gesproken zou ik met een foto als deze aan de slag gaan in Lightroom, maar waarschijnlijk gewoon in Photoshop. Maar ik wil even laten zien dat dit in Snapseed ook kan. Om te reduceren, tap je hier op het potloodje. En dan heb je daar Egaliseren staan. En als je daarop klikt, dan krijg je eigenlijk gewoon. Ja, de foto voor je en twee opties: ongedaan maken en opnieuw. Om in te zoomen gebruik je twee vingers. Die zet je gewoon naast elkaar en als je ze uit elkaar trekt, dan zoom je in. En als je twee vingers tegelijkertijd op je scherm plaatst, dan kun je ook nog gewoon door de foto heen scrollen. En je ziet in het midden een heel klein cirkeltje staan. En dit cirkeltje, dat is hetgene waar het om gaat, want dat is zeg maar het penseel om te egaliseren. En als ik daarmee over een oneffenheid heen ga. Dan zie je dat er een klein rood vlekje ontstaat. En dat gaat hij dan later egaliseren. Nou, laat ik ze allemaal gewoon eventjes afgaan. En gebruik twee vingers om door de foto heen te scrollen. En ook hierboven op het voorhoofd zitten nog een paar kleine puistjes. Nou, geen probleem, dat halen we zo weg. Alleen hier is het probleem even wat groter. Hier zit ik precies op de schaduw van licht naar donker. En het kan zijn... Zoals je ziet, dat Snapseed daar niet helemaal uitkomt. Nou, dan kan ik altijd een stap terug. En het gaat een stuk beter als je echt gewoon zo ver mogelijk inzoomt, want dan krijg je relatief gezien een heel klein puntje. En als je dan gewoon voorzichtig met de pinker overheen gaat, dan doet hij dat al een stuk beter. En zo kun je ook de hele kleine stukjes aanpakken. Zoom je uit, je ziet mijn cirkeltje wordt relatief groter en zou ik nou bijvoorbeeld over het oog van de schedel heen gaan. Dan wordt dat een puinhoop. Daar zitten er eigenlijk veel te veel details voor in. Maar eventueel zou je op die manier ook stofvlekjes van je sensor af kunnen halen. Hoewel je het goed voor elkaar hebt als je dat op je telefoon of op je iPad hebt. Maar dat even terzijde. Nou, ben ik zo tevreden? Ja, in eerste instantie wel. Dus ik druk hieronder gewoon op het vinkje. En om even de verschillen te laten zien, ga ik hier naar de bewerkingen bekijken. Dan zoom ik gewoon een stukje in. En kijk ik nu naar het origineel en nu naar de geëgaliseerde versie. Nogmaals, wil je dit serieus doen doe dit gewoon lekker in Photoshop, maar voor de kleine dingen op je vakantiefoto's is dit natuurlijk ook gewoon van harte aan te raden. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.